Tomaatgarnaal is altijd lekker in de zomer. Vandaag gaan we dat een keer op een boeiende, eigenlijk een beetje verrassende manier presenteren. We gaan beginnen met onze tomaatjes te ontvellen. Daarvoor houden we ze 10 secondjes in kokend water. Gaan ze even laten schrikken in ijswater, zodanig dat het vel loskomt en dat ze niet verder garen. Ik heb gekozen voor cœur de bœuf tomaten. Dat zijn tomaten die heel veel smaak hebben, minder waterig zijn en vaster. Vandaag zijn die rood, maar evengoed kan je groene tomaten hebben die al rijp zijn. Het speciaal aan een cœur de bœuf tomaat is dat die van binnen naar buiten uitrijpt. Het is ook heel decoratief met die ribbels, zodanig dat we dat straks mooi kunnen schikken op het bord. Voor onze peterselieolie gaan we eerst onze bladpeterselie kort blancheren in gezouten water. Laten schrikken in ijswater, zodat het de mooie groene kleur behouden blijft. We gaan de peterselie uitwringen en fijn hakken. Dan gaan we die in de blender doen, samen met de olijfolie. Het peterseliemengsel is klaar. Nu nog even door de zeef duwen om onze olie te verkrijgen. Onze peterselieolie is nu klaar. We kunnen beginnen aan ons bordje tomaatgarnaal. We gaan een beetje olijfolie over het bord sprenkelen. Kruiden met peper en zout. En daarop bouwen we een torentje van plakjes tomaat met grijze garnalen tussen. We gaan ons torentje versieren met het binnenste van een krop sla, het slahartje dus. En strooien we rond onze tomaat. Versieren met een paar toefjes mayonaise. Nu nog afwerken met onze peterselieolie. Die sprenkelen we over het geheel eigenlijk. Nog een plukje peterselie erover en onze tomaatgarnaal is afgewerkt.